verder met binnenlands nieuws. De muggenplaag die nu al enkele weken aanhoudt lijkt voorlopig nog niet voorbij te zijn. Vannacht werd voor de derde keer deze week een aantal woningen rondom het Nieuwe IJsselmeer tijdelijk ontruimd wegens extreme overlast van de kleine insecten. Er moesten verschillende verdelgingsploegen aan te pas komen voordat de woningen weer konden worden vrijgegeven. De zeer agressieve muggensoort, Culex culivea, heeft sinds zijn intrede in Nederland 5 jaar geleden zomers al enorm veel overlast en schade veroorzaakt. De explosie die gisternacht plaatsvond op het terrein van Nederlands grootste biochemische concern, Better Chemicals, heeft grote schade aangericht. Hoe groot precies is nog niet bekend. We gaan rechtstreeks naar verslaggever Jenny Visser. Jenny, je staat bij de poort van Better Chemicals. Is er inmiddels eigenlijk al meer duidelijkheid over de oorzaak van de explosie? Nee, op dit moment wordt ons steeds de toegang ontzegd wegens veiligheidsredenen. Dus om welke vrijgekomen stoffen het precies gaat en wat de explosie veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Wel zijn een paar minuten geleden een groot aantal voertuigen van Better Chemicals zelf hier binnengereden, welke nog te zien zijn op de achtergrond. En is er behoorlijk veel activiteit op het terrein. Maar voor de mensen van de pers en extern personeel houdt het concern tot dusver haar deuren gesloten. Dankjewel. Jenny Visser, live vanuit Better Chemicals. We besluiten met het weer. Ed, heb jij die telelens bij je? Ja, hoezo? Ik ga echt niet weer iets openbreken, hoor. Hey. Waarom is die deur open? Dat is toch handig? Hallo? Met 19 Niels. Is daar iemand? Ik kan er dit van maken. Hallo? Net 19 Niels. Jezus Christus. Sjaak? We staan hier bij Powersoft, waar we stuiten op een ravage. Alles wijst erop dat hier sprake is geweest van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de schade aan het pand is aanzienlijk. Wij zijn van net 19 Niels. Kan je ons vertellen wat er gebeurd is? Jenny, we moeten een ambulance bellen. Die gozer die ziet er niet uit. We hadden een deadline.
Powersoft had een deadline. Final Flash 2. Het was mijn grote kans. Wat gebeurde er? Maandag moet hij af zijn, echt af. Volgende maand moet hij verschijnen. Final Flash 2. Onze grote doorbraak. 2 dagen voor de grote presentatie. Iedereen was gestrest. Iedereen behalve ik. Ik had het overzicht. Je hebt het al 2 weken. Ah, kom op man. Ik heb dat spul gisteren pas gekregen, dat weet jij ook. Nee. Nee. Ik ben al 6 uur aan 1 stuk door bezig. Ja, schrap wat dat gedeelte toch? Ja. Jouw verantwoordelijkheid. Mike, luister even. Richard en ik hebben het erover gehad. We krijgen problemen met die dame. Je weet hoe ze zijn op het moment in Amerika. We moeten inbinden. Hoe lang werk jij hier nu al? 1,5 jaar. Oh, dus jij hebt zeg maar nog de eerste Final Flash meegemaakt. Ja, waarom? Wie was er ook weer voorstander van die exploderende schedels? Jij. En wie vond dat ook weer een slecht plan? Ik. Frank, welk spel stond 15 weken op nummer 1 van best verkochte spellen in de Benelux? En won de award voor de meest innovatieve spel van het jaar. Ja, ja, dat is wel waar, maar dat doet hem toch even... Als jij nog vragen hebt, dan hoor ik het wel. We hadden met z'n allen hetzelfde doel. De vetste game van Nederland maken. Samen. Er komt helemaal niets uit je. Ik heb toch fantasie nodig. Ik wil weten waar het over gaat. Ik wil dingen zien. Ik wil creatie zien. Ik wil weten wat er in je hoofd omgaat. Maar je zegt me niet. Wat ga jij doen? Ik moet even koffie halen. Ik val echt gewoon bijna in slaap. Ga er harder van werken. Hoe bedoel je? Geintje man. Een beetje opschieten. Hè? Domme, fantasieloze koe. Kutbeesten. Fred was de eerste. Jezus. Ed. Hoeveel heb je nog? Genoeg voor nu. Wat je ook doet, niet stoppen. Wat gebeurde er met Fred? Ik weet niet wat er met jongen. Als jij zegt dat het niet anders kan, dan zal het ook wel weer niet anders kunnen. Ja, blijft die eikel nou verdomme. Ik ga wel even kijken. Ik moet toch even die kant op. Ja. Ook even koffie halen. Deadline of niet, mijn mensen komen op de eerste plaats. Ik had ze ook nooit alleen moeten laten. Zijn die gasten? Dat weet ik niet. Ze gingen toch net naar beneden? Ik ga zo wel even kijken. Niet ze die kutgasten overlaten.
is er aan de hand? Stel je zo stom te kijken, man. Schuif die kuttafel hierheen. Waar zijn Peter en Richard dan? Snel voordat hij binnenkomt. Zes helpen, godverdomme. Doe toch eens wat! Shit. Die gozer is gewond. Fokker is er met jou aan de hand, man. Je loopt godverdomme de hele dag aan de gang. Sjaak, haal even wat water. Vlug. Water? Jij bent echt gek geworden, hè, Jenny? Ik ga nu een ambulance bellen. Ik ga echt veel te ver. Sjaak, luister nou. Als ik naar jou blijf luisteren, ben ik straks medeplichtig aan doodslag. Wij allemaal trouwens. Kutdingen. Wagen 34 gaan we naar de centrale over. Wagen 34 gaan centrale over. Centrale hier, over. Ik ben ter plaatse bij Powersoft, een mogelijke 585. Ik ga controleren, over. Begrepen, wagen 34, over en sluit. Sjaak nou. Ik ga hem wel even zoeken. Nee, nee, laat maar. We moeten dit filmen. Mike? Mike? Wat gebeurde er toen? Mike? Ik hoor ze niet, ik hoor ze niet, ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet, ik zie ze niet. Die is niet in de boven. Vaak. Shit. Ik weet zeker, ze zijn er boven. Dit gaat hem worden. Klaar? Zo is. Mike, hoor je mij?
Mike. Mike. Thank you.
Thank you.